Hey, hallo iedereen. Zoals beloofd in mijn introductiefilmpje ging ik een aantal films online zetten om jullie te tonen hoe de IoD-producten nu concreet in zijn werk gaan. En ik ga beginnen met de mallen. Wat heb ik hier liggen? De Air Dry Clay. De mal, uiteraard. En een banaal fotokadertje dat een beetje opfrissing kan gebruiken. Lijm en een klein beetje bloem. Waarom die bloem? De mallen die zijn gemaakt van siliconen. En die zijn eigenlijk echt heel aangenaam omdat ze net zo flexibel zijn. Dus de vormen komen er eigenlijk op zich heel goed uit. Maar om het nog een beetje gemakkelijker te maken, strooi ik daar altijd of dep ik daar altijd een beetje bloem in. En dat maakt het gewoon nog net iets makkelijker. Oké. De overtollige bloem doet er een beetje naad. Klei. En je pakt zo ja, de hoeveelheid die je denkt nodig te hebben. Nu, eigenlijk is mijn strook in dit geval te lang voor mijn kader. Dus ik zou eigenlijk maar tot die voorlaatste bloem moeten gaan. Oké. De klei een beetje kneden, dat moet niet te lang duren, ook niet. Tafel is daar precies niet zo stevig. Een beetje rollen tot het pensje. Ik leg die in de vorm en ik begin te duwen. En dit was ik nog vergeten, dat is wat ik gebruik voor schoon het bovenste oppervlak gelijk te maken. Want als ik dat zelfs hier moet op bevestigen en dat is vol hobbels en bobbels, dan gaat dat niet echt mooi ogen. En heel eenvoudig, zie je, komt er zo al uit. Hoppa. Voilà. Nu moet ik eigenlijk een korter stuk hebben. Ja, ik meet dat op die manier af. Dus ongeveer. Die kan ik misschien volledig maken voor die twee stukken. Heel belangrijk dat je je klei altijd wel heel goed terug afsluit. En als je er helemaal klaar mee bent, steek hem nog apart in een plastic zakje, zodanig dat hij goed afgesloten blijft van de lucht. Oké. En daar gaan we weer. Waarom ben ik in dit geval nu in het midden beginnen duwen, zo naar de buitenkanten uit? Omdat je die altijd toch een beetje meer tot in de hoeken duwt. Oké.
gewoon... Ik weet niet of je het goed kunt zien, papa. Dus, en dat detail staat echt heel mooi in de klei. Zeg je? Nu kunnen we dat een beetje laten drogen en dan kunnen we dat eventueel gaan schilderen als we dat willen. Voilà, en zo eenvoudig zijn de mallen te gebruiken voor elk project dat je maar wilt.